Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een leuke, heftige make-up tutorial. Ik werd vandaag wakker, een klein beetje moe, want ik heb niet heel goed geslapen. Dus ik heb niet heel veel energie vandaag. En ik was van plan om een review video te filmen vandaag. Want ik heb hier twee nieuwe make-up collecties liggen. Maar ik dacht, weet je wat, laten we gewoon vandaag een chill video maken. Aangezien ik niet heel veel energie heb vandaag. En dat soort video's kosten heel veel energie en tijd. Dus ik heb besloten om vandaag gewoon een makkelijke chill make-up look te maken. De look is niet makkelijk, maar de video is wel iets makkelijker dan zo'n ander soort video. Ik heb mijn haren niet eens hoeven doen, want ik ga straks een pruik opdoen. Dus allemaal super, super makkelijk vandaag. Lekker chill. Gewoon een chille vibe video vandaag. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik ga vandaag voor echt een hele heftige regenboog cut crease make-up look. Ik maak dit soort heftige looks altijd op Instagram. En jullie vragen me altijd, maak ook eens dit soort looks op je kanaal. Dus bij deze hier ben ik weer met zo'n soort look. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. Ik vind het zo chill dat ik gewoon mijn haar niet heb hoeven doen. Mijn haren doen is echt wat ik het minst leuk vind aan het hele klaarmaakproces. Dus echt super chill dat ik dat gewoon vandaag kan overslaan. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies en een dagcrempje op en that's it. Aangezien we vandaag een hele, hele heftige ooglook gaan maken, ga ik beginnen met de ogen. En het paletje die ik ga gebruiken is van Morphe in samenwerking met Lisa Frank. En dit is een super kleurrijk paletje zoals je kunt zien. En de inhoud ook. Een heleboel heftige kleuren, matte en glanzende kleuren. Dus dit leek me echt het ideale paletje voor de look die ik vandaag ga maken. En ik vond het gewoon weer leuk om dit paletje te gebruiken. Ik heb dit paletje al 1 keer gebruikt op mijn kanaal. Volgens mij heb ik de hele collectie getest op mijn kanaal. Nee, volgens mij niet. Volgens mij heb ik alleen dit paletje getest. In ieder geval, we gaan hem vandaag weer gebruiken. Dus ik ben er heel, heel enthousiast over. Mocht je hem willen, hij is te koop bij Douglas. En dan gaan we nou inzoomen op mijn ogen. De look die ik vandaag wil maken heb ik gevonden op Instagram. Ik ga hem even laten zien aan jullie. Jongens, kijk even deze look. Is dit niet echt gewoon te leuk? Oh my god. Ik dacht echt, deze look wil ik echt, echt namaken. I love it. Dit is haar Instagram. Kijk even wat voor mooie heftige look ze allemaal maakt. Dus dat is de look die we vandaag gaan maken. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen. Met mijn P. Louise base in de kleur 0. Dit is gewoon letterlijk een witte oogschaduwbasis. Zo, we zijn helemaal witjes. Ik ga beginnen met de rode matte kleur hier. Die heet Buzz. En ik ga allemaal verschillende heftige kleuren aanbrengen. Zoals een cut crease. Ik ga beginnen met rood. En die gaat hier zo in de binnenste ooghoek in mijn crease. Deze oogschaduw primer, jongens. Oh my god. De kleuren worden zo fel. Maar dat ligt ook echt aan de primer. Dus als je houdt van heftige looks, haal alsjeblieft de P. Louise base. Hij is echt amazing. Dan ga ik in met de oranje matte kleur. Die heet Hunter. Die gaat ernaast. Dan geel, deze kleur heet Sunflower. Daarnaast deze groene kleur. Dan ga ik in met de blauwe matte kleur hier, die heet Angel Kitty. En dit wordt de laatste kleur. Oké, dit zijn dan basically alle kleuren die gaan in mijn crease. En nu ga ik ze allemaal uitblenden. Dit doe ik met een platte fluffy kwast. Dus ik bracht ze aan met een kleine ronde kwast. En ik ga uitblenden met een platte fluffy kwast. Zie je het verschil? Zo, alles is helemaal uitgeblend zoals je kunt zien. Je denkt nog echt wat de F, maar geloof me jongens, straks is het mooi. Ik ga nu weer in met mijn P. Louise base, de witte weer. En dan ga ik de cut crease maken, maar ik ga een wolkje cut crease maken, net zoals zij heeft gedaan. Dit heb ik nog nooit gedaan, dus ik hoop gewoon dat het goed gaat. Dus wens me succes, oh my god. Oh mijn god jongens, het is gewoon gelukt. Ik ga stuk om mezelf. Ik vind dat het echt goed is gelukt voor iemand die dit nog nooit heeft gedaan. Oké, deze wolkjes zijn iets slechter gelukt dan de andere kant. Maar ja, whatever, dat gaat altijd zo. Eén oog gaat altijd goed en het andere oog gaat altijd scheef. Letterlijk scheef, want ze zijn ook echt zo'n beetje scheef. Maar ja, whatever, we maken er gewoon het beste van. Dan ga ik in met de witte matte kleur hier, die heet Blanca. En dan ga ik alles mooi wit mat maken.
Nou, die kleur is echt goed wit. Kijk hoe wit het is geworden. Want al die felle kleuren zijn allemaal in de witte base gaan mengen, zoals je kunt zien. Dus ik was bang dat ik niet wit ging krijgen. Maar kijk hoe goed gepigmenteerd deze witte kleur is. Hij heeft het helemaal goed wit gemaakt. I love it. Oké, dan ga ik met een make-up wipe even een beetje opruimen. Ik maak de rand hier zo strak. Oké, meest scherpe lijn ever. Als mascara gebruik ik mijn Sky High mascara van Maybelline. En als nep wimpers gebruik ik TL4 Faux Me wimpers van Tati Wimpers. En dan kom ik zo bij jullie. Oké, daar ben ik weer. Deze make-up look. Oh my god. Ik wil even een disclaimer er doorheen gooien. Want altijd wanneer ik dit soort looks maak, voelen mensen zich geneigd om mij eventjes te laten weten dat deze look mij niet staat. En dat een mooie soft glam look mij beter zou staan. Dat begrijp ik zelf ook. Dit is niet de look die ik maak wanneer ik denk ik wil vandaag echt super knap zijn. Dit is gewoon een look die ik maak om gewoon lekker een beetje crea-bea te zijn en om gewoon leuke looks te laten zien op Instagram. Dit is niet een look waarvan ik denk, dit maakt mij echt de knapste vrouw op aarde. Nee. No. Ik begrijp ook wel dat een soft glam look mij beter staat. Oké, dankjewel. Ik ga nou beginnen aan mijn gezicht. Ik ga gewoon een full glam face maken. En ik ga beginnen met primer, met mijn NYX Marshmallow Primer. Ik hou niet van marshmallow, maar toch vind ik de geur wel echt heerlijk. Ik vind het ook zo chill om gewoon lekker zo te zitten opmaken en zo. Echt superleuk. Dan is het tijd voor foundation. Ik gebruik mijn NYX Born to Glow in de kleur Neutral Buff. Ik ben weer een beetje witjes. Ik ga zo meteen weer naar de zonnebank. En ja, ik haal al mijn make-up eraf voordat ik ga. Ik ben niet van plan om zo over straat te gaan. Deze is echt zo ontzettend mooi. Ik had hem al heel lang niet gebruikt. Laatst had ik hem weer gebruikt. En ik besefte mij van waarom gebruik ik hem niet echt meer. Want hij is echt super mooi. Hij geeft je gezicht een hele mooie glow. En maakt alles heel mooi egaal. I love it. Dan cream contour. Daarvoor gebruik ik mijn Huda Beauty Tattoo. Echt, de naam is er gewoon echt helemaal vanaf. In de kleur medium. En als concealer gebruik ik deze Revolution Bright Eye Concealer. Er staat helemaal niet op welke kleur dit is. What the F. Ik heb geen idee welke kleur dit is. Oh, medium light. Medium light. Dan ga ik ook nog in met een cream blush en ook van Morphe. Deze cream blushes zijn echt super super fijn. Ik heb hier de roze kleur Sweet Scandal. Nou ga ik mijn gezicht baken met poeder en ik gebruik mijn e.l.f. Halo Glow Poeder. Want die gaat ervoor zorgen dat er toch nog wel een glow over mijn gezicht blijft. Ondanks dat ik het helemaal afpoeder. Dan ga ik mijn neus contouren met dit Revolution paletje en ik gebruik deze kleur. En dan een beetje mijn Action Fixing Spray om deze plamuurlaag een beetje te hydrateren. Oké, dan stop ik even met mijn gezicht. Nu ga ik even snel mijn ogen afmaken. Ik doe een wit oogpot loodje van NYX Cosmetics in mijn onderste waterlijn. En dan ga ik proberen om alle kleuren die ik heb aangebracht in mijn crease ook aan te brengen op de onderste wimperrand. En dan ook wat mascara op de onderste wimpers. Dan is de ooglook helemaal af. Wat vinden we ervan? Is het niet echt de meest heftige ooglook ever? Oh my god. Dan ga ik weer verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen met de Morphe X Avani Greg Bronzer. Deze is echt super mooi. Dit is in de kleur Hawaii. En dan ga ik lekker mijn gezicht lekker bruin maken. Want dat vind ik altijd super mooi. De blush is nu een heel klein beetje vervaagd en ik wil eigenlijk iets meer terugbrengen. Dus ik weet niet of het een strak plan gaat zijn, maar ik ga de cream blush gewoon opnieuw een klein beetje extra aanbrengen. Ondanks dat ik al heb gepoederd. Nou, dit ging op zich best wel goed. Dan ga ik mijn gezicht een hele mooie glow geven. Ik gebruik deze MAC highlighter. Dit is de MAC Fleur Sure Extra Dimension Skin Finish. Dit is van hun Botanic Panic collectie. Is echt een prachtige, iets lichtere kleur. Ik denk dat hij heel mooi gaat staan met deze look. En dan de lippen. Ik denk dat ik een beetje voor een nude roze kleur ga. Ik ga in met mijn MAC lippot loodje in de kleur Sour. En deze nieuwe Lavish Lip Gloss van Messauda
in de kleur On The Beach. Dit is echt een prachtige combinatie. Kijk even hoe mooi. Oké, nou zul je misschien denken, leuke look, lekker heftig, lekker apart. Maar we gaan het nog naar een next level brengen. Want ik wil ook dit gaan maken op mijn gezicht. Zie je deze kleurrijke dingen op het gezicht, wat het ook is, dat wil ik ook gaan doen. Dus ik ga weer in met mijn P. Louise base in de kleur 0. En dan ga ik zo die shape creëren, zeg maar. Zo, en dan ga ik weer in mijn paletje en dan ga ik gewoon allemaal verschillende kleuren zo aanbrengen op deze witte plek. Oké, nou, dit is helemaal gezet. Dan pak ik mijn Benefit Hoola bronzer. Dit is een perfecte, beetje bruine contourkleur. En dan ga ik een soort van schaduw eromheen creëren. Want dan is het alsof het een beetje een 3D effect heeft. Dan ga ik in met mijn Revolution Relove with the eyeliner. En dan ga ik een soort van ster iets creëren. Jongens, I love it. Ik vind het echt super leuk. Nou ga ik dit ook hier maken. Oh jongens, dit kost zoveel tijd. Oh my god. Oké, jongens, het is helemaal klaar. Ik vind het echt super goed gelukt. I love it. Nou is het tijd voor wat fixing spray. Mijn Benefit Professional Fixing Spray. En dan is de gezichtsmake-up helemaal klaar. Oké, dan ga ik nou de look helemaal afmaken met een pruik, andere kleding, sieraden, etc. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer! Hadden jullie verwacht dat ik een roze pruik op zou doen? Vast wel als je de thumbnail hebt gezien, maar anders niet. Ik weet zeker anders niet. Dit is gewoon echt zo'n cheap ass plastic pruik van de AliExpress. Maar hij is wel echt heel erg mooi. En ik heb zo twee plukken achter vastgezet, want ik vond dat het haar een beetje dit hier verpestte. Dus ik heb het hier een beetje naar achter gedaan, want dan is dit gewoon nog goed te zien. Wat vinden we ervan? Ik vind dit zo apart, maar ik vind het echt super leuk. Ik vind het altijd heel erg leuk om zo crea-bea te zijn. Let me know wat jij ervan vindt beneden in de reacties. Ik hoop echt dat jullie hebben genoten van de video en ik jullie een beetje heb vermaakt vandaag. Ik vond het echt super leuk om dit te doen. Het heeft echt super lang geduurd, maar het was echt alle effort waard. Ik vind het echt super leuk geworden. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!